En leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 8 juni. En ik heb net al geskeerd, dus ik ben nog echt een beetje buiten adem. Ik heb alleen even mascara op. En mijn wenkbrauwen gedaan. En deze week ga ik weer lekker voor jullie vloggen. Dus als jullie daar zin in hebben, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik zou het ook super leuk vinden als jullie me gaan volgen op Instagram. Ik ga hier ook wel wat meer dingen plaatsen en meer vragen aan jullie stellen. Dus ik zou dat ook super leuk vinden. In ieder geval, het is dus maandag. Het is nu 10:45. Ik heb al vanochtend een uur geskiederd. En dus iets van 500 calorieën verbrand. Want ik had natuurlijk mijn Apple Watch om. Die ik in de vorige week vlog nieuw heb gekocht. Ik heb over een kwartier online les. En ik moet echt heel veel doen voor school. Als ik eraan denk, krijg ik er helemaal stress van. Maar ik moet gewoon vandaag heel veel doen. En morgen heb ik mijn stagebezoek. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus ik moet heel eventjes kijken. Ik ga in ieder geval nu mijn laptop erbij pakken en aan school werken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteren heb ik helemaal niks meer gefilmd, want ik heb vandaag stagebezoek. Dus ik heb een soort van beoordeling hoe het gaat zijn op stage. Ik moet vandaag ook kiezen of ik het jonge kind of het oude kind wil gaan doen voor de volgende jaren voor stage. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb net gedoucht. Dus mijn haar is nog wel een beetje nat. Ik heb maar een wit blouseje aangedaan met gewoon een spijkerbroek. Ik dacht dat ziet er wel oké uit. Ik ga even ontbijt maken. En ik moet dus best wel veel dingen doen deze week. Dus nou eigenlijk tot en met woensdag. Dus daarom is het zo dat ik nu niet zoveel film. Maar de rest van de week wel gewoon. Dus dat is gewoon prima. En van gisteren is ook mijn vlog online gekomen. Toen heb ik echt super lieve reacties gehad. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga nu even lekker ontbijt maken. En dan zien jullie mij pas wel weer na stage. Omdat ik op stage natuurlijk niks kan filmen. Hey, ik ben weer terug van stage. En het ging eigenlijk heel erg goed. Ik moest heel veel les geven. En mijn stagebegeleider kwam dus langs voor mijn beoordeling. En ik heb het gewoon gehaald. Dus hoef niet nog een keer te komen kijken. Dus ik ben super blij dat ik er vanaf ben. Sorry, ik zie er echt niet meer uit. Na zo'n dag les geven. En ja, dus ik ben er echt heel erg blij mee. En mijn mentor was ook gewoon positief. Dus ja, ik ben blij dat ik dan ook groep 7 gewoon goed doe. Of hoe zeg je dat? Ja, dat ik het gewoon goed doe. Ik moet natuurlijk wel nog gewoon tot de zomervakantie. Maar ja, ik ben blij dat het tot nu toe heel goed gaat. En ik heb mijn Apple Watch heb ik nu dus even het wit bandje omgedaan. Omdat ik dacht, bij deze witte blouse staat dat wel leuk. Voor de rest, vorige week heb ik natuurlijk gezegd dat ik een keuze moet maken tussen het jonge en het oude kind. En ik had super veel lieve reacties gekregen. Ook wel best wel veel die zeiden jonge kind. Dat zat echt bij mij van de pas en ik vind dat heel erg leuk om te lezen. En ik heb er toch voor gekozen om het jonge kind te gaan doen. Omdat het toch net iets meer aanspreekt bij wat ik wil. Dus daarom. En het is niet omdat ik het echt per se leuker vind. Want ik vind het allemaal echt heel erg leuk. Maar ik denk dat ik bij het jonge kind net iets meer plezier eruit ga halen en meer ga leren. Dus daarom heb ik dat gekozen. En ik ga nu even nog wat eten. Ik heb best wel een beetje trek. En ik ga morgen mijn nagels laten doen. Want dat ging zaterdag niet door. En ik heb nog een leuk pakketje. Die ga ik zo meteen ook openmaken. Ik heb even een andere outfit aangedaan. Toen werd ik net geappt door mijn stagebegeleider dat mijn laptop daar nog lag. Dus ik ben net heel snel naar school gereisd. En ik wilde echt net een stukje opnemen dat ik dit pakketje ging unboxen. Dus dat ga ik nu lekker doen. Ik heb namelijk een superleuk pakketje ontvangen. Ik ben natuurlijk bezig met het verbouwen van mijn kamer. Waar nog een aparte video van online komt. En mijn muur heb ik geverfd. Hele mooie posters hangen er. En ik dacht, een mooi dekbed kan niet ontbreken. En ik had echt een superleuk dekbed gezien bij Walra. Toen mocht ik er eentje uitzoeken. En ze hebben daar echt heel veel leuke dekbed overtrekjes en kussensloopjes, echt van alles. En het is ook gewoon van goede kwaliteit. En de verzending was echt super snel. Heel erg blij mee. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Ze hebben ook een Instagram account. Ik heb dus een dekbed mogen uitkiezen. En die ga ik jullie laten zien. Dit komt dus ook nog uitgebreid in de makeover video. En ik ga denk ik ook wel even iets. Ik ga ook iets plaatsen op mijn Instagram. Maar ik wil het jullie alvast even laten zien. Oh, ik ben nu al super blij omdat de kleur echt heel mooi is. Er zit ook een kaartje bij. Bestie Annette, een cadeautje van Walra. Geniet van je nieuwe dekbed overtrek. Wat ik heb gekozen. Ik heb dus een grijs dekbed overtrek gekozen. Met een soort van bloemen erop. Deze heet Floral Shades volgens mij. Ik zal het er wel even inzetten. En ik ga hem eventjes openmaken. En dan ga ik hem gelijk wassen.
En dan ga ik hem op mijn bed doen. Heel erg mooi. En het is dus 100% katoen satijn. En er zitten ook kusslopen bij. En dit voelt waarschijnlijk gewoon heel erg lekker ook. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, dit is dus de kleur. Het is heel licht grijs met wit. En er zitten dus een soort van bloemen op. Maar ik ga deze eerst wassen en dan laat ik jullie denk ik morgen het resultaat zien. Of ik zal het nu even in beeld doen, dat kan natuurlijk ook. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb net even snel mijn make-up gedaan, even mijn wenkbrauwen gedaan en mijn wimpers. Ik heb geen foundation opgedaan, want ik ga straks mijn nagels laten doen. En dan wil ik een mondkapje op en anders zit er allemaal foundation op. Dus ik dacht, ik doe het gewoon lekker niet op. Ik heb gisteren gelijk mijn dekbed in de was gedaan. En ik heb hem om mijn bed gedaan. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik wil nog niet mijn muur en zo helemaal filmen. Maar ik wil natuurlijk wel mijn nieuwe dekbed filmen. En hij slaapt echt heel erg lekker. Oh, omdat ik eronder heb geslapen is hij een beetje verkreukeld. Maar het is echt een hele fijne stof. Hij is ook heel erg zacht. En ik ben er echt mega blij mee. Oké. Ik ben klaar met mijn nagels en ik ben echt er mega blij mee. Ik heb ze heel licht roze gedaan. En ik vind het heel erg mooi natuurlijk. Sorry, ik heb een beetje vies hoofd omdat ik dat mondkapje natuurlijk opdeed. Kijk, ik hoop dat de kleur goed overkomt. Maar het is dus heel licht roze. Echt heel erg blij mee. Super mooi. Dus ik ga nu naar huis, dan ga ik snel leren en vanmiddag ga ik even skieren. Ik heb lekker eventjes wat geluncht en ik ben mega blij met mijn nagels en met mijn nieuwe dekbed. Ik ga in ieder geval nu even skieren, want ik ben bezig met een verslag, maar kan me echt niet concentreren. Dus C en ik die gaan even samen skieren. Daarna moet ik weer verder. Morgen heb ik weer de hele dag stage, de hele dag lesgeven. Dus dat eigenlijk. Ik weet niet of ik ga niet iets filmen tijdens het skileren. Want ik neem dus nu tegenwoordig mijn telefoon niet meer mee. Omdat ik het nu dus gewoon met mijn Apple Watch doe. Dus daarom zien jullie geen skilerbeelden meer. Denk ik. En ik denk dat ze er al is. Of niet. Het is vandaag donderdag. En ik heb me net klaargemaakt. Het is 7:30. Ik moet nu weg. Want ik moet nu naar stage toe. Ik dacht ik open de vlog alvast even. De outfit die ik aan heb is deze trui. Dit is echt niet wat ik normaal aan zou doen. Maar naar stage draag ik gewoon echt andere dingen, merk ik. Maar ja, het is wel leuk om hem weer eventjes aan te doen. Voor de rest, ik moet vandaag de hele dag lesgeven. Dus ik heb een drukke planning. Ik moest gisteren mijn verslag inleveren. Dat heb ik een soort van gedaan. Dus daar ben ik mee klaar. En nu naar stage toe. En dan zien jullie mij na stage. Ik ben net terug van stage. Ben ik scherp? Volgens mij wel. Mijn oog is een beetje rood. Ik heb er net in geprikt. Maar ik kom net terug van stage. Het is best wel laat. Ik moet over een uur werken. En ik heb dus een briefje van PostNL. En er staat pakket voor. En dan staat er container. En ik zie het pakket dus niet. Dus ik denk, ja, nou, ik mag het niet hopen dat ze het in de container hebben gelegd. Best wel bizar. Het is gewoon van PostNL. Maar er staat container. Pakket voor container. Dus ik ga nu even kijken. Maar nou ja, ik hoop dat hij leeg is. Maar dan alsnog vind ik het echt niet oké dat je zoiets doet. Want hij ligt er ook niet op. Dus laten we maar even gaan kijken. Oké. Nou, daar is hij dan. Ja, wel een beetje heel goor dit. Nou ja, ik vind het gewoon meer bizar als dit wordt gejat. Is het hun verantwoordelijkheid? Want het is nu ook niet bij de buren afgeleverd. Maar ik ben blij dat ik het pakketje heb. Dat wel. Maar ik ga hem nu nog niet openmaken. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net klaargemaakt. Ik heb een online les gehad. Ik heb alleen geen foundation opgedaan. Want het wordt vandaag lekker weer. Dus ik wil in de zon lekker liggen. Wat ik aan heb is dit zwarte topje van de Zara. En daaronder heb ik deze lange rok van Shein. Die nog in de shoplog komt als die online komt. En ja, dat dus. Ik heb een heel leuk pakketje gisteren gehad. Dat hadden jullie kunnen zien. En die ga ik nu even voor jullie unboxen. Want ik kan echt niet wachten. Ik moest gisteren ook de hele tijd wachten om hem open te maken. Ik heb deze box dus gekregen. En het is een surprise box. Staat ook op de voorkant.
Hier zo. Ik heb mijn adres even doorgekrast. Nou, je betaalt geen verzendkosten en je kan deze box dus bestellen gewoon als cadeautje voor iemand. Want je weet dus niet wat erin zit. Maar natuurlijk ook voor jezelf. Dus dat is heel erg leuk. En erin zitten, er kunnen sieraden in zitten. Gewoon accessoires. Even kijken. Interieur items. Heel veel verschillende dingetjes. En het past ook bij het seizoen. Dus je kan het gelijk gebruiken. Wat echt super fijn is. En ik ben echt heel erg benieuwd. Wat heb ik hier voor een raar plekje. En je hebt ook verschillende prijzen van de boxen. Dus dat is heel erg leuk. En ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Met Janette 10 krijg je 10% korting. Maar ik zal alle informatie ook even in de beschrijving zetten. Ik wil hem gewoon heel erg graag openmaken. Maar ik vind het concept gewoon heel erg leuk. Oké, ik had hem al even open gesneden. Dus ik kan hem nu in één keer openmaken. Oh, jullie zien nu eerder wat erin zit. Oh, zo leuk. Oh, het voelt ook gewoon alsof ik jarig ben of zo. Echt heel erg leuk. Oké, wacht. Ik ga er gewoon iets uitpakken en dan ga ik het even laten zien. Lieve Janette, heel veel plezier met uitpakken. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Liefst Jamie. Heel erg leuk. Oké, ik ga gewoon iets pakken en ik zie het wel wat het is. Het is echt heel erg leuk ingepakt. Oh ja, en wat nog heel erg leuk is. Je kan dus je eigen leeftijd doorgeven. En je kan dus zeggen of je van zilveren sieraden houdt of van goud. En dan houden ze daar ook rekening mee. Dat het bijvoorbeeld niet te kinderachtig is. Of dat het echt een beetje bij jou past. Dus je kan echt een beetje je voorkeuren geven. Oké, als eerst zit er een notitieblokje in. Maar een notitieblokje. Altijd heel erg handig voor school. Oorbelletjes. Eventjes kijken. Oh ja, en dat zijn deze oorbelletjes. En deze is zacht. Ik ben benieuwd wat erin zit. Het is echt heel erg leuk dat er heel veel moeite in zit. Dan zit er een scrunchie in. Deze. Heel erg handig. Dus deze. Dit zijn van die grote scrunchies. Dan deze. Een toilettasje denk ik. Ja, heel erg leuk. Dit kan ik ook altijd gebruiken. Het is dus een toilettasje met daarop van die blaadjes. Dan deze. Een soort stift of zo. Heel erg leuk. Deze. Ik moet nog heel even kijken hoe ik dit ga gebruiken. It's a perfect day for a perfect day. Heel erg leuk. Ik moet alleen even kijken, want ik moet dan even zo'n standaardje kopen waar ik ze in ga doen. Ik denk dat ik ze meeneem naar mijn vaders huis. Nog iets zit erin. Deze. Surprise, surprise staat erop. Wat erin zit is een kettingje. Deze. Dit is niet helemaal mijn smaak, dus deze kan ik gewoon aan iemand anders geven. Hij is wel in het zilver. Dan deze. Er staat op enjoy. Dit is echt heel leuk verpakt. En hierin zit... Kan je dit aan je... Ik denk voor aan je zonnebril. Groen met schelpjes. Ja, het is voor je zonnebril. Deze zou ik zelf ook niet heel snel gebruiken. Ik vind hem wel heel erg leuk, maar gewoon niet echt iets voor mij. Die schelpjes wel, maar de kleurtjes niet helemaal. En dan zit er nog één heel groot ding in. Namelijk dit. Ik denk dat het iets van een handdoek is of zo. Of een tas. Zo'n soort kantastas. Hij moet wel echt eerst in de was. Want hij ruikt echt een beetje naar zo'n jute zak. Oké. Deze. Heel erg leuk. Het is dus zo'n ronde. Ja, deze moet wel eerst in de was. Dus dit was alles wat in de box zat. Echt heel erg leuk. En ook heel erg bedankt. En als je dit zelf wil bestellen, kijk even in de beschrijving. Daar staat alle informatie. En vergeet ik niet mijn kortingscode te gebruiken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik ga nu eventjes ontbijten. En dan dat eigenlijk. Ja, mag. Oké, ik ben met Vos. Is deze nou van mij dan? Ja, die is van jou. Oké, ik neem er een slokje. Smaakt het raar of niet? Nee. Nee, het is lekker. Oké. En we zijn nu bij mij thuis. We gaan even lekker pancakes maken. En daarna gaan we aan school zitten. Wat ik nu denk, is dat we gewoon aardbeien hebben. Maar ja, dan alsnog wel een beetje lullig om die te doen. Maar we kunnen misschien wel beter eerst hier een paar van nemen. Dat die, en die kijken we even. Ja.
En eieren. Ja, heb je eieren? Eieren. Heerlijk verse eieren. En dan een beslagkom. En dan gaan we het even maken. Even leuke beelden maken. Nou, deze gaan we dus maken. De pancakes. Oh, we hebben geen blauwe bessen. We hebben blauwe bessen. We hebben blauwe bessen. En we hebben geen... Oh, we hebben wel siroop. Oké, we hebben ook lekker fruit gekocht. Oh. Net fout. Zo. Ja, prima. Oké, we hebben voor het eerst dus die pancakes gemaakt. Het zijn er wel heel veel. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Echt leuk. Heb je helemaal stress natuurlijk. Ja. Oké, Vos en ik zijn in de stad. In de H&M. En het is dus heel rustig. Oh, maar dit is toch kinder... Of hoe dit? Divided. Divided. Afdeling. Wacht even. Oh nee. En we gaan zo meteen weer terug, want het is ook alweer best wel laat. Ik denk dat we geluk hebben dat we een beetje later zijn. Vos, is dit niet iets voor jou? Korte broek. Ja, past wel bij jou. En we zijn nu in de H&M. Oh, we zijn in Den Haag. Dat had ik niet gezegd. Nee. Oké, ik ben weer bij mijn vader. Ik ben net aangekomen. Al mijn spulletjes ingepakt. Ja, er is een pakketje binnengekomen. Ik heb geen idee wat het is. Er staat ook niet bij van welk merk het is. Dus ik heb echt geen idee. Ik ga even kijken. Oh, ik weet al wat het is. Wat leuk. Ik wist niet dat dit nu al ging komen. Echt heel erg leuk. Dit krijgen jullie nog in een andere video te zien. Maar heel erg leuk dat het er nu al is. Super. Vanavond komen vriendinnetjes van mij en gaan we even wat drinken. Dus ik moet me even zo meteen gaan klaarmaken, want ik ben echt helemaal bezweet en vies. Dus dat ga ik zo doen, maar eerst lekker eten. Oké, volgens mij zie je me echt bijna niet. Maar ik zit in de auto. Ik ga even Evelieke ophalen. En dan gaan we daarna even bij mij thuis. En ik heb me even omgekleed. Ik heb al mijn spullen uitgepakt. Mijn camera is leeg, zie ik nu. En hij is ook... Nee, ik durf het zo. Oké. Het is wel een mooi beeld, maar... Wie is dan? Nee, ik ben. Oké, in. En welke kleur? Nee, je moet uitpakken. Uit. Ja, uit. Maar welke kleur? Jurgen. Oké. Go. Oké, je hebt op het station, dan heb je waar je op wacht. Trein. Nee, waar je op staat, op het... Perron. Ja, oké, je kan als je naar het casino gaat, ik doe gokken. Een... Ja, je kan je bal strijken, maar je kan het ook... Vouwen. Nee, zomen. Ja. Als dit eruit komt, al je organen noem je dat je... Ander woord voor je organen. Ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Je ingewanden. Oh, hoe zeg je dat? Ingewanden. Dat was het. Oké. Nou goed, 4 punten. 1, 2, 3. Het is zeiknummer. Oké, jij net wie jij tellen. Wacht. Hoortje? Ja, wacht. Welke kleur ben je? Groen. We zijn ook echt bij de finish begonnen. Oké, daar gaan we. Go. Oké, dit is mega lekker. Het zijn broodjes gedoopt in melk, kaneel en dan doe je het in de pan met een ei. Weet je wel? Wentelteefjes. Ja, oké. Dan heb je dus, ik ben een diertje in een hok. Ik eet wortels, ik heb lange oren. Een konijn. Ja. Dan heb je nog een winterhockey. Winterseizoen. Nee, hockey. Hoe heet dat? Zomer. Die poel waar je in zit. Je zit dan in een? Winterpool. Nee, je zit er al bijna. Oké, dat maakt niet uit. Competitie. Maar dan had je echt iets heel anders moeten zeggen. Hockeycompetitie. Ja, maar je zei winter. Waarom? Ja, wintercompetitie. En ja, maar en dat is een niet logisch. Wat ga je doen? Ja, mijn vader staat voor de deur. Oh. Sorry. Echt, wat ga je doen? Oké. Ik had een moeilijkheid laten staan. Oké, ik ben. Oké. Heb je wel... Jan, dit zijn mijn schoenen. Nee, die zijn van mij. Waar zijn die van jou dan? Oh, hier. Oh, ik ga stuk. Ik ga dit eruit halen. Goedemorgen, het is vandaag... Zaterdag. Ja, zaterdag. Ik hoef een keer niet op zaterdagochtend te werken. Eigenlijk moet ik dat ook maar één keer in de 2 weken. Maar de laatste tijd was het wat vaker. En ja, het is echt heel erg lekker weer. Gisteren was ik dus eerst met Eva en Lieke. En daarna kwam Amber, die kwam ook nog even.
En toen hebben we gewoon wat drankjes gedaan. Dus ik ben wel een beetje moe. Maar dat maakt niet uit. Ik ga zo meteen een video opnemen. Ik heb me net klaargemaakt. Ik ga een video opnemen over dat ik mijn tanden ga breken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, dus ik ben heel erg benieuwd. Vanavond moet ik werken. Ik moet nog even kijken wat ik precies allemaal ga doen. Ik moet eigenlijk ook heel veel leren. En ik heb er niet heel veel zin in. Dus ik moet even kijken hoe ik dat allemaal ga oplossen. Ik had gisteren wel iets te veel gedronken. Maar het gaat nu wel weer oké. Ik ga nu dus die video opnemen. Ik moet ook nog heel veel, volgens mij als ik helemaal uit beeld, heel veel video's editen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga mijn ringen nu even omdoen. Dus er is genoeg om te doen. Maar ik ga nu die video opnemen. Oké, ik heb de video opgenomen. En je ziet na de eerste keer al resultaat. Maar er komt dus nog een aparte video van online. Ik ga nu met mijn vader Gino uitlaten. Dus ik heb mijn outfit even gewisseld. Het is best wel warm. Dus ik heb even een grijs shirt aan. Met een bikershort en mijn zonnebril. Dus wij gaan nu lopen. Ik ben net klaar met werk. Ik moest echt maar heel even werken. En ik heb me nu net omgekleed. En ik ga nu naar een verjaardag toe. Ik moet ook nog eventjes een trui meenemen. Want ik weet niet wat voor weer het straks wordt. Ik heb nu eigenlijk wel een beetje te warme kleding aan. Maar maakt niet uit. Ik zal mijn camera meenemen. En dan zien jullie mij straks weer. Oké, we zijn net in de jacuzzi geweest. Ik ga even een marshmallow maken. Ik wil er ook een maken, maar ik weet het niet. Oh, het voelt toch echt als vakantie nu? Een beetje wel, hè? Zo chill. Nice. Ik ben echt blij. Soms heb je dat echt, van die soort van besefmomentjes. Ik vind dat echt zo chill, ja. Echt heel fijn. Ook echt leuk om jou weer te zien, Bent. Zo lang geleden. Marshmallow. Am, gaat om 1 juli ook... Oh, hier ben ik. Sorry. Wat gênant. Gaat 1 juli ook weer de zonnebank open? Dat weet ik nog niet. Moeten we op regels van de RIVM wachten? Oh, oké. Het zou wel chill zijn. Ja. Moet echt weer. Stukje. Oh, wel lekker warm. Ik kan dus heel slecht tegen hitte. Oh. Ik vind het heerlijk. Ja, ik weet het niet. Nou, wel tegen de zon, maar niet tegen dit soort hitte. Ja, maar soms, ja, het is wel goed, denk ik. Nog een blokkie? Ja. Helemaal fresh? Ja. Oh, lekker. Oh, ik heb wel de camera aan staan. Dat je dat weet. Ja. Kan ik langslopen? Zie je dat? Als ik snel. Nou, dat vind ik wel. Ja, ik wil er ook echt een maken, maar ik ben te misselijk gewoon. Dan maak je er een voor mij. Oh ja, zou ik dat doen? Je... Heel chill. Oké. Okay. Het is vandaag zondag en ik heb de hele dag aan school gezeten. Dat niet op mijn hoofd, ik zie er echt niet uit. Gisteren had ik dus verjaardag en ik ben echt heel erg moe. Ik ga vanavond skileren met zee, dus heel veel zin in. Alleen ik ben echt lijkwit, omdat ik me dus, ja, ik weet niet waarom ik zo wit ben. Het ziet er niet uit. Ik ga dus nu de vlog bewerken. Ik heb volgende week stageweek, dus ik weet niet hoe ik het ga doen met vloggen. Ik heb dus elke dag stage. Dus ik moet eventjes kijken hoe ik het ga doen. Misschien doe ik wel een andere video in plaats van dat. En misschien vinden jullie het toch wel interessant om gewoon een weekje te zien wat voor lessen ik geef. Ik ga nu even mijn bed opruimen en dan ga ik deze vlog editen, want dat moet ook nog gebeuren. Oké, ik ben de vlog nu aan het editen en ik heb deze week stageweek. Dus volgende week komt er een andere video online in plaats van een weekvlog. En dan weten jullie dat in ieder geval. Dus er komt geen normale vlog, want ik heb dus... stageweek en is gewoon niet super handig als ik dan ga vloggen. Omdat ik elke dag van 8 tot 5 in ieder geval niet kan filmen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!